Dit is een refractometer. Deze refractometer meet de dichtheid van een vloeistof. Waar gebruiken wij hem voor? Wij gebruiken hem om de dichtheid van biest van pasgekalfde koeien op te meten. Alvorens je de refractometer gebruikt, ga je hem kalibreren. Dat doe je met een druppel water en het meegeleverde schroevendraadje. Het rubberdopje haal je eraf. Kijk door het glaasje en dan zet je hem op nul. Wanneer je dat gedaan hebt, pak je een druppel biest, die drup je op dit glaasje en je kijkt binnen de refractometer en je ziet dan wat de brixwaarde van de vloeistof is.